70 van Van Wijk. En Van Wijk neemt ook de leiding. De 6 is van Bunkerijn, zoals gezegd, die sluit op dit moment de rij. Van Wijk dus op die eerste plaats. Tweede plaats Van der Zwaar, derde plaats de 33. Die hoort bij Van Dam. Maar Van Dam krijgt daar bezoek en ziet daar binnendoor een collega voorbij komen. Dan wordt het druk in die hoek, maar hij komt daar Van Hooy nog een keertje tussendoor. Ja, Van Hooy inderdaad op die derde plaats nu achter Van der Sar. De baan is natuurlijk nog een beetje glad en glibberig. Dus hier de 222 van Kiki Rijmakers in gevecht met de 43 van Manon van Pleij. Van Wijk die houdt het kast er goed op. Van der Sar helemaal naar de buitenkant toe en Van Hooy die is binnendoor voorbij. Hè. Plaats 2 nu voor hem. De bocht is. Ik denk dat het over en uit en sluiten is. En Beekje met een zwaar lopende motor. De 239, Jennis Roosendaal op die derde plaats. 224 komt hier voorbij, een hoop herrie erbij, Wim Duinhouwer, mist een stukje uitlaat. Maar dan altijd die 25, Middelkoop, Theo Middelkoop in die mooie, volle zwaren, Volk, ziet er nog strak uit. Volk, Beken doet het rustig aan, zo lijkt het, probeert de bal heel te houden, op de tweede plaats. Lam neemt de tweede plaats in. Nee, het is Rijn nog die de tweede plaats heeft. Lam op plaats 3. Hij moet nog heel even wachten. Dan krijgen we de 4. Even kijken hoor, want sommige nummers zijn wat lastig te lezen. 61, Roest komt naar voren toe. Die 4 plaats inmiddels. Lam terug naar plaats 5. Kolen die gaat er vandoor. Rijn is de rechtkort aan het klikkeren. En 824. De 145 komt je Hans van Wanrooy. 100...